Power up Wilbro's. Het is weer tijd. Dat klopt, dames en heren. Het is tijd voor de beste YouTube-serie van heel Nederland. Wilbo kijkt naar Reddit. En vandaag kijk ik eens naar een Nederlandse Reddit. Met dank aan Jong Egbert natuurlijk, de bekende rapper. We kennen hem allemaal. Benen zoals een pancake, dik maar niet lang. Dus als hij kut wordt... Het leek me heel erg leuk om eens een Nederlandse Reddit te doen, want die zijn er niet echt, behalve van YouTubers. Met Engelse Reddit-pagina's ben ik altijd puur afhankelijk van grappige filmpjes die er op Reddit staan. Tweets en dingen die je moet lezen zijn natuurlijk Engels, dus daar kan ik dan niks mee. Want dan moet ik het helemaal vertalen en soms werkt de hele grap dan niet meer als je het vertaalt en dat is helemaal stom. En Egbert zei dat dit wel iets was. Laten we kijken, laat een duimpje omhoog achter als je houdt van Wilbo kijkt naar Reddit. En vergeet natuurlijk niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent, want bij de 50.000 abonnees, weet je wat er gaat gebeuren? Dan doe ik een bommetje. Alleen Roetveegpieter bij de intocht. Aankomende Sinterklaas intocht die weer uit de hand dreigt te lopen. Flextape gaat dat niet helpen, denk ik. Het gaat sowieso weer uit de hand lopen, jongens. We zijn zo erg aan het kutten. Oh. Wanneer je naar de wc gaat en je telefoon vergeet mee te nemen. Ja, de shampoo. Is gemaakt hier. Ik gok dat dit is wat ik deed voordat smartphones een ding waren. Ik weet wel, toen ik de Samsung Star QWERTY had, dat ik altijd zat te doodlejumpen terwijl ik aan het poepen was. Nu is het gewoon zo lekker om met je telefoon even lekker op de pot te zitten. En dan ben je eigenlijk na 5 minuten klaar en dan zit je een half uur op de wc. De wc zit gewoon lekker, oké? Okay? Ik doe VMBO. Ik krijg later gewoon een goede baan. Ik had makkelijk HAVO kunnen doen. Van Junko's krijg je helemaal geen. Ze doen wel alsof het alleen VMBO'ers zijn. Maar mensen met juist zo'n hoog niveau, die lijken op een of andere manier vaak ook juist dommer in meeste opzichten. Maar ik denk dat dat komt omdat ze juist heel slim zijn met schooldingen en met die dingen. En dat ze andere dingen niet snappen. Dat klinkt heel vaag. Maar er was letterlijk een meisje die deed gymnasium. Die was bang voor slakken. Ik vroeg waarom. Ze zegt, straks springt hij op me. Dat soort opmerkingen heb ik echt alleen gehad van mensen die like, die hoge niveaus doen. Ik denk alsof ze alleen in schoolwerk slim zijn en de rest gewoon niet. Dat de rest van de wereld nieuw voor ze is. Neem het allemaal met een korreltje zout, alsjeblieft. Ik wil niet weer het kinderen zijn dom fiasco. Ja, kijk, dit is mij dus ook eens overkomen. Toen er in Wolfga nog een Dirk was, gingen we altijd in de pauze naar de Dirk. Dan hadden we een broodje frikandel en zo. En er was een kraai en die zat daar gewoon. Die zat op mijn zadel. Dus ik besloot hem wat van mijn broodje frikandel te geven. De dagen daarna ging er een verhaal rond over een kraai die een klanten terroriseerde die een broodje hadden omdat hij het probeerde te stelen van ze. Dat was mij zo groot. Eén keer fietste erop met zijn Zeise broodje en die vogel die ging letterlijk achter hem aan dood. Gewoon de hele tijd op Ronald. Terwijl hij zijn broodje had op de fiets. Oh man, ik heb echt stuk gelegen. Zie het gewoon voor je. Ronald die fietst en ondertussen een vogel die de hele tijd dat broodje van hem probeert te jatten. Die echt zo... Dat zijn momenten dat ik denk, ik mis de simpelere tijden. Goedemiddag makkers, het is mijn taartdag. Pak allemaal 1 zakje chips. Nee Klaas, je mag er geen 2. Ten eerste, we hebben allemaal zo'n moment. Dat je jarig bent. Ik denk dat taartdag verjaardag is. Er altijd 1 persoon was die 2 zakjes chips wilde uit die zak. Er was altijd die ene persoon. En je wilde natuurlijk altijd meelopen met de jarigen. Dat was natuurlijk ook leuk. Ten tweede, als we met Nederlandse grapjes altijd een verzinnaam moeten hebben. Waarom is het dan altijd Jantje of Klaas? Niemand heet zo meer. Waarschijnlijk wel een paar mensen, maar dat maakt niet uit. School. Waarom is onze aula zo vies? De dichtstbijzijnde prullenbak. 63 dagen en 4 uur lopen. Dat is altijd wel zo, hè. Soms dan is het ergens een rommelbak en dan denk je, nou, ik wil het op zich niet weggooien, zeg maar. Ik wil het niet op straat gooien. Straatvervuiling is fout. Soms heb je, zeg maar, afval dat je niet echt bij je kan houden, maar ook nergens kan weggooien dan. En dan is het ook geen optie om het hele tijd in je hand te houden. Dan zit je zo van, wat moet ik hier dan mee? Waarom is hier geen prullenbak? Er lopen hier mensen. Waarom is hier geen prullenbak? Maar ja, wat is het probleem dat je krijgt als je meer prullenbakken gaat doen? Jeugd die prullenbakken gaan slopen. Dus je kunt niet winnen. Je kunt gewoon niet winnen. Ik, je mag niet falen. Ga, mijn vriend met de tussenuren die eten voor me moet halen. Dit zijn wel relatable meme pieces, moet ik zeggen hoor. Maar dit is wel ook weer echt... Ik heb jeuk trouwens.
Ik heb jeuk. Het is wel weer een tijdje geleden voor mij dat dit soort dingen mij overkwamen. Hoe moet je een baan krijgen? Hoe moet je belastingaangifte doen? Scholen. Nou, rechtdoor op dezelfde weg gaat voor. Oh my god, dit is so true. Ten eerste, ik weet niet of dit nog steeds zo is, maar toen ik op school zat, leerde ik hoe ik belastingaangifte moest doen? Nee! Leerde ik hoe de huizenmarkt werkt? Nee! Helemaal niks. Toen werd ik 18 en dan was het opeens, oh ja, je moet dit doen en je moet dit doen en je moet dit doen en belasting en dit en dit. En ik zelfs van, oh my god, hoe weet iemand hoe je dit moet doen? Ik heb dit nergens geleerd, wat? En dan dacht ik rond mijn 20ste, ik ga uit huis. Ik ga een woning zoeken. En dan is het, oh, je moet dit hebben en dit hebben en je moet dit weten en je moet, dan denk ik, oh, waarom wist ik het niet? Als ik het had geweten, had het een stuk makkelijker gemaakt. Oh, echt helemaal vreselijk. Ik snapte alles van de toets, mijn cijfer. Ja, zo ging dat echt. Als ik echt dacht, oh nee, ik heb deze toets echt helemaal verneukt. Dan had ik een voldoende, maar als ik echt confident was, ik dacht, ik wist alles. Ik heb sowieso een 8 of een 10. En dan heb je 4. Ik deed dus plaatjes zorgen ervoor dat ik me oud voelde. Zat ik, been, en zat er die poenie. Wat is een poenie? Het raar dat ik niet weet wat een pony is. Wanneer je uit je hoofd leert hoe je de oppervlakte van een driehoek moet berekenen. Maar ik gebruik dat nog. Ik weet niet meer hoe. Ik heb het geleerd ooit. Alleen dingen die ik daadwerkelijk gebruik, onthoud ik. Wanneer je over 5 minuten naar school moet en je moet poepen. Ja, dat is wel van toepassing als ik soms ook gewoon weg moet. Je hoeft maar 1 keer te vegen. Kijk! Dat zijn de mooie momenten in het leven. Als je moet poepen en je veegt een keer en er zit amper wat op je papiertje. Dan denk je, hoe? Ik weet niet hoe dat gebeurt. Waarom kan ik niet altijd zo'n clean sweep hebben? Het schijnt dus dat je met een keukenweegschaal helemaal geen keukens kunt wegen. Oh my god. Oh mijn god. Ja, hallo? Ja, het blijkt dus dat je met een keukenweegschaal geen keukens kunt wegen. Wist jij dit? Je wist het? Ik was de enige die het niet wist. Kinderen, vandaag gaan we voetbal. De voetbal, jongens. Vrede was nooit een optie. Jesus, dit is zo waar. Deze Reddit heeft wel veel plaatjes die relatable zijn. En ook veel die helemaal prut zijn. Voetballen met school was altijd helemaal kut. Want je had altijd van die voetbaljongens. En die speelden alleen maar ruig en kut. En die waren zo fanatiek. Oh, dat was vreselijk. Nee. Oh, dit is geweldig. Dat moet met opzet gedaan zijn. Oh, dat is prachtig. Oh man. Dat is echt heel geweldig. Scholen. Leraren die zonder diploma worden aangenomen. Maar echt hoor. Ik zat op Friesland College. Oh man, dat was kut. Leraren waren daar in mijn factor, grafisch vormgeven. Gewoon mensen die in het vak werkte en die gingen het dan lesgeven. En geloof me, dat werkte niet. Dat werkte echt absoluut niet. KLM tweet. Het maakt niet uit met wie je klikt. Pride Amsterdam. En dan zie je dus een riem en dan zie je het antwoord. Allemaal mensen die uit de stoel zijn gevallen en één iemand die nog veilig zit. KLM maakt het wel uit wat klikt. Ouders, ga maar met het nieuwe kind uit Friesland spelen. Kind uit Friesland. Ik kom uit Friesland. Ik ben helemaal niet zo. Ik zal jullie even een geheimpje vertellen, ja, over Friesland. Oké, we hebben hier, hebben we dus Friesland. Gewoon dit gedeelte zo. Kijk, hier heb je dus de Tjonger. Kijk, zie je dat? Dat staat er ook hier. De Tjonger, ja? Dat is dit riviertje hier zo. Hoppatee, dat riviertje, dat gaat zo. Mensen die hier wonen, boven de Tjonger, mensen die onder de Tjonger wonen, en dan zie je al, daar val ik onder, die spreken geen woord Fries. De diehard Friese noemen ons nep Friese. De diehard Friese zeggen dan, je woont aan de verkeerde kant van de Tjonger. Dat is dit. Dit is de Tjonger. Dit zo. Mensen zijn verbaasd als ik vertel dat ik uit Friesland kom, maar geen woord Fries spreek. Ik zeg, hoe komt dat? Je woont in Friesland? Het grootste gedeelte van mijn leven nooit Fries nodig gehad. Kende niemand die Fries spreekt. Ik had nog nooit Fries gehoord zelfs toen. Like, echt Fries. Iemand die volledig Fries sprak. Ik heb het nooit nodig gehad. Dus weet dat, mensen. Niet alle Friesen zijn zo. Ik ben niet zo! Wanneer je bij je maat, kijk op deze Reddit, zeg je maat, hè? Te mannelijk om vriend te zeggen, hè? Ik wil niet zeggen, je bent bij een vriend thuis. Nee, het moet maat zijn. Ben jij jongen en zeg je gewoon een vriend van me? Dat was allemaal sarcastisch trouwens. Ik vind het echt heel kansloos als mensen een ander woord dan vriend gebruiken. Maar in ieder geval, wanneer je bij een maat thuis bent en je maat en zijn moeder beginnen tegen elkaar te schreeuwen. We hebben dit allemaal wel eens meegemaakt. Dan zit je echt van...
Tussen ieder plaatje dat jullie in deze video hebben gezien, staat waarschijnlijk 30 minuten aan scrollen. Het zijn allemaal dezelfde grapjes. Allemaal VMBO-grapjes, K-woord-grapjes, Duitsers-grapjes, kijk hoe skeer ik ben grapjes. En dat is het een beetje. Kun jij nog een leuke Reddit met Nederlandse memes? Of gewoon een leuke Reddit? Laat me weten in de reacties beneden. En dan zie ik jullie niet letterlijk in de volgende video. Doei!